Welkom in deze nieuwe video waarin ik het met jullie wil hebben over 5 tekens dat je in contact bent met een tweelingvlam. Nu, eerst en vooral wil ik een disclaimer meegeven in die zin dat het pad van een tweelingvlam het een pad is die te maken heeft met je ziel en je zielsgroei. En dat geen enkel proces waar tweelingvlammen doorheen lopen hetzelfde is. Ik zeg dat uit één ervaring en uit het mogen getuigen zijn van de wegen en de reis dat andere tweelingvlammen aan het afleggen zijn. Als zijnde hun coach of ondersteuner of wat dan ook. Nu, wat ik wel ervaren heb, zelf, en ik merk dat dat niet bij iedereen op die manier is, maar het is wel in een zekere mate aanwezig. In die zin, dat wanneer je tweelingvlam voor de eerste keer in jouw contact komt, bedoel ik dan fysiek of via 3D, dus het gaat niet op dat moment niet alleen maar meer over de energieën, want die zijn er altijd al geweest al sinds dat je de eerste keer hier op aarde in deze incarnatie gekomen bent natuurlijk. Maar dus, als ik het heb over het begint als, dan heb ik het dus over dat eerste contact in de 3D. Dat kan zijn online, dat kan zijn fysiek, dus dat moet je voor jezelf toepassen. Maar je gaat merken dat die eerste periode eigenlijk voelt, en ze beschrijven het vaak ook zo in de tweelingvlam community, als ik het zo mag zeggen, als een honeymoon. En vaak zit er ook heel wat seksueel getinte stukken tussen, berichten tussen. Omdat dit net de manier is van jullie ziel om dieper te gaan verbinden. Dus er zit een aantrekking die vooral ook fysiek georiënteerd is, dus ook seksueel getint is. Dat hoeft niet per se te zijn, dat heeft ook te maken met hoe snel dat jullie ziel elkaar herkent. Maar dat is dus één van de stukken. En door die seksueel getinte triggers, ga ik het zo noemen, kunnen eigenlijk de codes geactiveerd worden en worden jullie energieën uitgewisseld met elkaar. Hierdoor gaat de kundalini-energie ook geactiveerd worden als dat nog niet het geval zou zijn. Of als jouw kundalini door gelijk wat erin al zou geactiveerd zijn, dan ga je merken dat die ook eigenlijk versterkt wordt. Eventuele blokkades, bijvoorbeeld in de sacraalcentra, gaan door tussenkomst van de energie van je tweelingvlam geheeld worden, waar dit mag en waar dit dan mogelijk is. En zo ga je bijvoorbeeld ook kunnen ervaren, of zou je kunnen ervaren, dat jouw energie bijvoorbeeld plots weggetrokken wordt en dat je dan in een split seconde terug weer lijkt in je lichaam te zijn. Of als je bewust seksueel verbindt met jouw tweelingvlam, dat je bijvoorbeeld als vrouw dan voelt dat je baarmoeder lichte schokjes krijgt. Ook omgekeerd ervaart de man ook heel veel stukken die ze voordien nooit hebben meegemaakt. Maar denk me daar dan aan orgasmes die magischer zijn, die krachtiger zijn en die eigenlijk zelfs voelbaar zijn over het ganse lichaam. Ook als je mijlenver van elkaar verwijderd bent. Nu, daar zit natuurlijk dan al onmiddellijk. Heel snel, bij de ene al sneller dan de andere, kom je al heel snel in diepe pijn terecht. Dan kan zijn dat de ene iets zegt of dat de ene iets doet. Vaak gaat dat ook rond stukken van bindingsangst en verlatingsangst. En dat is iets wat ik wel gezien heb en gemerkt heb bij alle tweelingvlammen dat ik tot nu toe begeleid heb. Dat de eerste pijn die ervaren wordt rond die twee angsten gaat. Dat is eigenlijk éénzelfde angst, éénzelfde wonde, maar het uitzicht op een andere manier, afhankelijk van of je op dat moment meer in die mannelijke ofwel meer in die vrouwelijke energie zit. Maar na verloop van tijd komen er ook diepere wonden, andere wonden, dus diepe wonden ook naar boven, zoals rond het zelfbeeld, rond zelfwaarde, rond zelfliefde. Alle stukken gaan uiteindelijk de revue passeren, of je dat wilt of niet. En dat zijn die pijnen die je zowel voelt op fysiek als emotioneel vlak, eigenlijk op elk vlak. En dan denk ik aan bijvoorbeeld fysieke pijn rond je hartstreek. Ik herinner mij nog een nacht dat ik zoveel pijn had dat ik echt was gaan opzoeken wat de symptomen waren van een hartinfarct.
Maar dat was het dus niet. Maar dat wel was, was eigenlijk een hartopening. Maar dat kan dus heel veel pijn doen. Emotioneel ga je merken dat je nog nooit voor zo iemand, voor iemand zoveel geweend hebt als wat je nu hebt. En je weent alsof je ook nog nooit geweend hebt. Dus de manier waarop je weent is veel dieper. Vaak hoef je zelfs niet altijd te weten waarom je weent. Maar het is iets oud en het voelt heel pijnlijk. En dat is ook logisch, want er zijn ook stukken die moeten geheeld worden. Waar dat er levens geweest zijn tussen jou en je tweelingvlam. Waar dat er inderdaad, bijvoorbeeld, herinner ik mij één leven waar ik met mijn tweelingvlam samen was. En dat door omstandigheden, ik dacht dat hij het was, vervroegd overleden was. Waardoor dat we eigenlijk toen toch ook weer niet samen konden zijn. Dus al die stukken, al die pijnen komen naar boven. Ze komen naar boven omdat de ervaring van pijn je dieper in die dark night of the soul duwt. Dus dieper in je eigen zielsgroei duwt. Waarom? Omdat dat eigenlijk het eerste doel is van een dergelijke zielsconnectie. Van die zielsgroei. Want het tijdelijke doel is om een zuiver kanaal te worden van onvoorwaardelijke liefde. Zodanig dat je in staat bent samen met je tweelingvlam en andere tweelingvlammen om hogere energie, dus hogere frequenties, hier te kunnen ankeren op aarde. En zo kunnen dan uiteindelijk ook andere zielen, die geen tweelingvlammen zijn of die nog niet zo ver zitten, intappen op die hogere energieën waar dat ze nu op dit punt in de evolutie nog niet altijd die zelf kunnen ontvangen. Je gaat merken in die eerste fase, of na die eerste fase, dus nadat dat je die honeymoon gehad hebt en waar dat die activatie van die codes en dergelijke geweest zijn, dat je echt de dieperik ingaat. En er zijn vaak momenten waarop je met je blote knieën op de grond zal zitten, je handen in de lucht gooien of de handdoek in de ring. Alleen met het grootste verschil dat je niet kan opgeven. Eens dat je ontwaakt bent en in contact bent met jouw tweelingvlam, dan is er ook geen weg meer terug. Er is geen stopplek. Er is wel even af en toe wat pauzeplekken of momenten waarin dat je wat pauze en ruimte krijgt om te ademen en om bij te komen. Maar heel snel word je weer al verder in het proces geduwd. Omdat het net zo belangrijk is, ook niet alleen voor jezelf, maar ook voor het collectief. Net zoals ik daarnet gezegd heb. Dus een eerste teken is eigenlijk het feit van het beginnen als een honeymoon, maar dan heel snel al het ervaren van die diepe pijn. Een tweede is eigenlijk het obsessieve denken. En dat obsessieve denken, dat is er eigenlijk, laat ons zeggen, om te leren om je gedachten te stretchen, om je mind te stretchen. Doorheen dat proces ga je leren ook dat er een dark feminine energie is, een dark masculine energie is in beiden. En uiteindelijk ook in die connectie. En dan gaat dat ook ervaringen over opdoen, gaat dat ook merken. Maar het obsessieve denken, dat is belangrijk dat je begrijpt dat dat komt omdat je het wil gaan begrijpen. Dus vanuit het willen proberen te begrijpen, dus vanuit controle, probeer je dingen te voorspellen. Want dan heb je het idee van, als ik weet wat er gaat gebeuren, als ik weet wat er komt, dan kan ik mijn stuk beschermen tegen al die pijn. Dat is natuurlijk een verkeerde manier van denken, want je kunt het totaal niet controleren. Integendeel, daardoor maak je het jezelf alleen maar moeilijker en lastiger en ga je eigenlijk het proces naar eenwording gewoon maar nog langer maken. Dus hoe meer je leert te vertrouwen en los te laten, hoe makkelijker het pad uiteindelijk gaat worden. Een van de valkuilen daarbij en ook is bij het obsessief denken, is dat je er met iedereen wilt over gaan praten. En dan, dat is ook weer je grootste valkuil, want iedereen is geen tweelingvlam. Met andere woorden, er zijn heel veel eerder mensen die geen tweelingvlam zijn dan dat ze wel tweelingvlam zijn. Dus dat betekent ook, als je advies aan hen vraagt, dan gaat zij advies geven die enkel van toepassing is op een soulmate en die volledig getekend is vanuit hun ervaringen en hun know-how, hun wijsheid, hun ervaring, dus hun referentiekader en niet dat van jou. Je hebt alle wijsheid in jouw systeem zitten als codes. Het is alleen aan jou om ze één voor één te gaan ontmantelen, te gaan ontcijferen en te gaan leren toepassen. Bijvoorbeeld, een van de dingen dat ik ook gehad had, helemaal in het begin, dus na die honeymoon fase, dat het moment dat ik in de dieperik ingegaan ben, dat was het feit dat ik niet meer kon eten. Ik heb heel veel gewicht verloren op dat moment. Ik sliep heel slecht. Dat heeft ook te maken met ontwaken. Dat kan zijn dat ik ervoor ook al had, maar dat heeft dus echt te maken met het ontwaken.
En dus, en tegelijkertijd heb je dat niet eten en dat gewichtsverliezen heeft ook te maken met die activatie van die kundalini op een dieper level. Dus begrijp dat ook. Het is niet zo dat je plots depressief aan het worden bent of wat dan ook. Dat heeft allemaal te maken en dat is eigenlijk jouw lichaam die reageert op het ontvangen of zich klaarstomen van die hogere energie. Iets anders die ook te maken heeft, of dat ik ook wel meenemen onder het obsessieve denken, heeft te maken met synchroniciteiten. Je zal merken, eens dat je loopt op het pad van wakker worden, van bewustwording, van je ascensie, dat je heel veel synchroniciteiten gaat merken, gaat zien. En die wijzen vooral op het feit dat je wakker geworden bent. Die wijzen vooral op het feit dat je op het goede pad bent. Die wijzen niet altijd, en dus daarin is het belangrijk om je eigen valkuilen en je eigen onbewuste angsten en zo behelder te krijgen, is dat soms gaan we dan ook dingen gaan onbewust sturen. Wat dan natuurlijk ervoor zorgt dat je twijfel krijgt. Maar het grootste gevaar hierbij is, en dat zie je ook heel hard gebeuren op YouTube, sociale media en verder, dat heel veel soulmates denken dat ze een tweelingvlam zijn, maar dat klopt dus niet. Zij zien bijvoorbeeld ook 11-11, maar dat is een teken als dat hun team bij hen is, dat ze inderdaad op pad van bewustwording lopen. Maar dat heeft niks te maken met tweelingvlam, want zij zijn in essentie geen tweelingvlam. Dus let op met synchroniciteiten, let op met tekens, want dat is dus super belangrijk en kan door jouw emoties en door je wishful thinking volledig ingekleurd worden, maar dus ook vanuit die dark feminine energie en vanuit die dark masculine energie. Een derde, en zo niet voor mij eigenlijk wel de belangrijkste teken dat je op een tweelingvlampad loopt, is gewoon het innerlijke weten dat die persoon je tweelingvlam is. Daaraan gekoppeld ga je merken dat er dan bijvoorbeeld ook sprake is van hogere telepathie. Waarmee wil ik wel zeggen dat telepathische communicatie met een tweelingvlam veel eenvoudiger is dan bijvoorbeeld telepathische communicatie met anderen. Maar je kan uiteindelijk met iedereen telepathisch communiceren. Maar door de connectie dat er is met je tweelingvlam, ga je als vanzelf meer boodschappen gaan ontvangen. Er is ook sprake van astrale seks. Bijvoorbeeld, ik had vooraleer dat ik zelfs mijn tweelingvlam in de 3D kende, had ik al astrale seks, maar ik kon er nooit een identiteit of iets opkleven. Ik kon het niet uitleggen. Dus dat zijn dan ook allemaal dingen dat je zal ervaren als je op het pad van een tweelingvlam loopt. Wil dat zeggen dat soulmates dat niet hebben? Nee, dat wil dat zeker niet zeggen. Dus ook daarin is dat eigenlijk niet één van de uitsluiters om te weten wat een tweelingvlamconnectie is of niet. Wat dat wel hiermee is het feit dat je gewoon niet kan weglopen van je tweelingvlam. Ze blijven er altijd. Ik heb dat ook al in andere video's gedeeld. Soms is het belangrijk dat je het gevoel hebt dat je jezelf, dat je eigenlijk kan weglopen, dat je het kan afsnijden. Ook al is dat niet zo, want een energetische vorm zijn ze er altijd al geweest, vooraleer ook al dat je iets wist over tweelingvlammen. En zullen ze er ook altijd zijn. Ook als een van beiden zou overlijden bijvoorbeeld, dan nog gaat die connectie er blijven. Dus je tweelingvlam, een echte tweelingvlam, die blijft er ook altijd. Want ze waren er ook altijd al. Alleen, het grootste verschil is dat je nu een fysieke uitdrukking eraan kan koppelen. En daarmee maakt het onszelf natuurlijk veel moeilijker. Want met het feit dat we daar een fysieke uitdrukking of een bepaalde incarnatie kunnen aan koppelen, dan gaan we daar onmiddellijk ook heel veel verwachtingen en voorwaarden gaan aan koppelen. En dat is net een van de dingen dat we ook leren. Om al die voorwaarden en verwachtingen los te laten. Want je merkt dat aandacht op de ander wordt eigenlijk een stuk te veel. Waarom? Omdat je denkt dat doordat je op hun gedrag kan voorspellen, of dat je zelf je ook kan gaan aanpassen, of wat dan ook, dat je eigenlijk de pijn dat jij voelt kan stoppen. Maar dat lukt niet. Waarom niet? Omdat het niet de bedoeling is dat jij hen verandert en gaat gaan controleren. Het is eerder belangrijk dat je gaat gaan begrijpen dat jullie perfect voor elkaar zijn. Jullie zijn niet perfect, nee, maar jullie zijn perfect voor elkaar. Want de pijn dat je voelt is vanuit je eigen schaduw. En dat triggert natuurlijk ook het weglopen. Want weglopen van een ander doen we vaak, en zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie doet dat in dit proces ooit wel eens. Dat is eigenlijk vanuit de hoop dat het daarmee allemaal opgelost is. Maar, zoals ik daarnet al gezegd heb, je kan je niet van hen afsnijden. Dus je blijft er altijd aan mee verbonden, al van voordat je geboren was in dit leven. Dus
dat verandert niet. Het enige is dat je jou er nu bewust van bent. Dat er inderdaad iemand is met dezelfde frequentie, dezelfde energetische kern als wat jij hebt. En dat is tegelijkertijd ook het mooie eraan. Want de enige weg vooruit is door die donkere stukken. En door het feit dat je er niet vanaf geraakt, ja, dan heb je geen andere keuze dan doorheen die donkere stukken te gaan. En dat is ook de enige weg om tot een kanaal te groeien van onvoorwaardelijke liefde. Wat we te doen hebben en vooral te leren hebben, is om zo goed als mogelijk in balans te blijven. Bij jezelf te blijven, ook als je tweeling je een pijn triggert. Ook als je tweeling wegloopt. Ook als je tweeling het anders doet terwijl jij ziet wat dat ze doen, wat dat hun mechanismen zijn. Wat dat hun copingmechanismen zijn, dus hun verdedigingsmechanismen zijn. Wat dat ze doen vanuit het ego en vanuit hun pijn. Maar je weet en je hebt ondertussen geleerd dat je het eigenlijk niet persoonlijk moet houden. Mag het moet nemen liever. Dat je jouw hart moet openhouden en dat je vooral jezelf graag moet zien in alle momenten. Want dat is hetgeen wat uiteindelijk jouw tweelingvlam ook doet. Als zij tot op een punt komen dat zij dat ook gewoon fysiek gaan meedelen. In energie, in de 5D is dat al zo. Maar het 3D heeft gewoon wat tijd nodig om het te aanvaarden en om het te zien en om te begrijpen dat dit hetgeen is wat ze eigenlijk altijd gewenst en gehoopt hadden. En daarmee kom ik aan het vierde. Je tweelingvlam is een geascendeerde versie van jezelf. Ik heb dat vroeger al eens gezegd. Maar dat betekent dat wij, als we kijken naar onze tweelingvlam, of omgekeerd, tweelingvlam kijkt naar jou, dat zij zien eigenlijk de geascendeerde versie van jullie energie. En dat is dus hoe dat jij ze voortdurend ervaart en ziet. En natuurlijk zijn er nog van die hebbelijkheden, maar jij gaat die in eerste instantie niet zien. En dat is iets dat ik heel hard ervaren heb, ook in het eerste jaar. De manier waarop ik mijn tweelingvlam ervaren had, was volledig vanuit het potentie en volledig vanuit de gaven en de talenten en de kwaliteiten en zijn essentie dus. Maar wat ik niet natuurlijk volledig kon zien, en dat is ook maar reden, was eigenlijk al de 3D-stukken waar dat hij, of ik zou beter anders zeggen, de 3D-persoonlijkheid dat hij van zichzelf gecreëerd had. Dus het is belangrijk dat je begrijpt dat jij, hoe dan ook, als dat die 3D-versie van hen er is, en dat jij met jouw tweelingvlam altijd verbindt vanuit de energetische verbinding die er is. Daarom hou je ook onvoorwaardelijk van hen. Daarom ga je hen ook veel meer dingen laten doen. Je gaat hen vergeven voor alles en nog wat ook. Ook al weet je eigenlijk niet waarom je dat doet. Ook al weet je, heb je zoiets van, ha, ik snap het echt niet. Moest dat iemand anders zijn? Ik zou dat niet aanvaarden. Of dat zou zo niet zijn. Er is die onverklaarbare connectie, die onverklaarbare reden. Ik heb het al vaak gezegd tegen mijn tweeling en hij ook tegen mij. Dus er is het gevoel van dat je van hen houdt, ook op de momenten dat je zo hard wenste dat je dat niet deed. Want het is er gewoon. Je hebt er totaal geen logische reden voor waarom dat je die persoon graag ziet, waarom dat je van die persoon houdt. En soms zijn er ook dagen dat je zelfs gaat gaan twijfelen of dat je in staat bent om lief te hebben. Maar waarom? Niet omdat het zo is, maar gewoon omdat het zo anders is dan wat je voorheen altijd hebt ervaren. Want hoe dan ook, hoe dat je eruit of keert, je kan die anderen niet vergeten. Want je voelt ze gewoon ook altijd. En dat is ook te maken met die activatie van die kundalini. Je voelt de anderen altijd. En in sommige periodes van je connectie en in het proces van bewustwording ga je merken dat die energetische verbinding iets minder voelbaar is. En vaak is dat vanuit een bescherming. Voor jezelf, of bijvoorbeeld omdat je tweelingvlam in stukken zit waar hij of zij doorheen moet en jouw energie niet belast mag worden. Waarom je keert, kan het ook gewoon zijn omdat jij moet focussen op jezelf en je alle energie en tijd voor jezelf nodig hebt. Want, dat gezegd zijnde, wanneer je in een periode zit of in een fase zit van geen contact, dan duwt dat jou altijd in een volgende fase van groei. En daarom is het idee van coasting, zoals hij het overal vindt op internet, niet correct wanneer het gaat op tweelingvlammen. Ik vind het zelfs ook niet correct wanneer het gaat over soulmates, maar dat is mijn mening. Waarom? Omdat het altijd voortkomt vanuit een gekwetst stuk. En ook dat doet een divine masculine of een divine feminine eigenlijk volgens het plan.
Waarom? Omdat die periodes vooral nodig zijn, en ook voor de, als het komt vanuit de mannelijke energie, voor de vrouwelijke energie, omdat ze dan verplicht is om te focussen op zichzelf en op de verbinding dat zij heeft met haar horen zelf, haar team, haar ziel. Want dat duwt haar in die overgave en in dat vertrouwen en altijd maar dieper en dieper en dieper en dieper op een... Op een dieper niveau zou ik zeggen, maar het gaat er gewoon over dat je tot 100% volledige overgave en volledig vertrouwen komt. En dat je alle controle dat er maar is, volledig kan loslaten. En een vijfde stukje is een lovey-dovey, zoals dat mijn tweelingvlam het altijd zegt. Het pad als tweelingvlam bevat natuurlijk lovey-dovey momenten, gelukkig maar. Hè. Maar het is geen makkelijker pad. Het is geen pact waar je makkelijk samen gaat gaan groeien en onmiddellijk samen in die magie bent om samen een missie neer te zetten. Dat is weggelegd voor soulmates van een hoge frequentie, want die zijn die met een andere reden. Tweelingvlammen hebben dit allemaal uiteindelijk ook, maar gaan vaak ook eerst een diep proces van healing doorlopen. En afhankelijk van het healingswerk dat beide partners al hebben gedaan voor hun 3D-ontmoeting, ga ik maar zeggen, dan gaat dit proces iets anders ervaren worden. Want als ik kijk gewoon naar mijn en mijn tweelingvlam connectie, dan waren wij allebei al bezig met ons healingswerk en waren wij allebei al wakker. Maar nog niet in die mate dat we in staat waren om fysiek gewoon samen te zijn. Dus wij zijn nog dieper in die groei geduwd. Maar het is belangrijk dat je voor eens en voor altijd onthoudt dat tweelingvlammen en soulmates hier zijn met een andere pad en een andere missie. Tweelingvlammen gaan altijd eerst moeten focussen op de eigen groei, vooraleer dat er gezamenlijke missie kan neergezet worden. Op voorwaarde natuurlijk dat zij als tweelingvlamkoppel daarvoor gekozen hebben, maar niet iedereen kiest er ook voor. De reden daarvoor is, als ze dat niet doen, dan gaan ze elkaar anders voortdurend veel te veel triggeren. En gaat er eigenlijk te veel meer kapot gemaakt worden dan dat er eigenlijk goed is. Belangrijk daarbij is ook dat je moet weten dat tweelingvlammen in essentie exact dezelfde frequentie hebben. Waar soulmates hebben eigenlijk een verschillende frequentie. En dan heb ik het hier nog niet over tweelingzielen, want dat is eigenlijk nog iets anders. Die hebben ook dezelfde frequentie, maar die zijn als één energie in twee gesplitst. Tweelingvlammen niet. Tweelingvlammen zijn twee identieke, laten we zeggen twee identieke bollen, wanneer als die afgesplitst werden van de bron. Nu, dat gezegd zijnde, rond de 5 kenmerken of 5 tekenen, er is al heel veel gezegd over tweelingvlammen. Echter is het belangrijk ook om te weten dat er niet veel tweelingvlammen op aarde zijn op dit moment. Er zijn wel veel tweelingzielen en er zijn veel soulmates. En natuurlijk, bij hen gaat ook dat stukje resoneren wanneer dat over tweelingvlammen gaat. Want tweelingvlammen zijn hier net om te tonen hoe diepe zielsgroei werkt. En hoe dat je vanuit jezelf en je eigen essentie een hele relatie kan aangaan met een andere geheelde ziel. En daarom is die tweelingvlamconnectie belangrijk, omdat wanneer dat lastig is en wanneer dat je in die donkere dieptes schaduwen zit, die pijnen, dan kan je de andere niet, je kan je niet afsluiten van de ander. Dus we zijn gewoon geforceerd en gedwongen om er gewoon doorheen te gaan. Wat dat bij soulmates niet het geval is. Dus zij zouden kunnen zeggen van, ja, oké, bekijk maar, ik ben hier weg. Dus dat is een van de belangrijkste redenen waarom dat tweelingvlammen een dergelijke connectie hebben. Want doorheen die groei dat zij maken, en dus die hele relatie aangaan met een andere geheelde ziel, kunnen ze uiteindelijk die eenheid en individualiteit ervaren in al zijn glorie. En zijn ze tegelijkertijd ook een voorbeeld voor anderen. Dus tweelingvlammen tonen hoe dat het moet, omdat het zo ingebakken zit in hun energie, onder de vorm van die lichtcodes. Hun ontmoeting activeert die codes, waardoor het proces van eenwording in gang gezet wordt. Eerst in zichzelf, dan in de connectie. Maar hoe dat proces verloopt, is uniek voor elk tweelingvlamkoppel. Gezien ze allen andere wonden, andere patronen en andere schaduwen te ontmantelen hebben. De mannelijke energie zit ook vaak veel meer vastgeroet in de matrix dan de vrouwelijke energie. Want zij gaan van nature uit veel meer resoneren met alles wat met energie te maken heeft. En een veel gemakkelijker, comfortabeler voelen op het vertrouwen van haar intuïtie. Oei, sorry, ik zat tegen mijn microfoon. Dus de mannelijke energie geeft in de eerste instantie de vrouwelijke energie nodig om uiteindelijk meer te vertrouwen in zijn eigen verbinding met de bron. Om dan uiteindelijk ook zijn eigen intuïtie te gaan volgen. En resoneer je met iets, weet dan dat het is omdat jouw ziel en jouw team een boodschap hebben. En dat jij er iets mag uit leren.
Maar daarom is dit niet de waarheid. Dus het is veel belangrijker om telkens in contact te blijven met je hogere zelf en te blijven afstemmen op elke stap dat je neemt, dan voortdurend overal te gaan rondkijken en te gaan luisteren naar reading of wat dan ook. Wanneer jij leert vertrouwen, 100% alle controle kan loslaten en dus volledig in die diepe overgave kan zakken, dan loop je jouw pad en ga je uiteindelijk ook niet meer dat van iemand anders gaan lopen.